Het was een warme dag. Roemer zat op een bankje vlakbij de Zwanenbrug. En hij zat maar wat te staren in de fontein. Wat een saaie, lange vakantiedag. Hij verveelde zich dood. En wat doen jongens die zich dood vervelen? Tja, weinig. Heel weinig. En hij schopte een beetje tegen steentjes en het zand stoof omhoog. En hij maakte wat tekeningen met zijn voeten in het zand. Maar verder niets. Tot plots. Witje! Witje, waar ben je? Witje! Er kwam een man aangelopen. Mijn hond, Witje, is weggelopen, zei hij. Ja, ik liep gewoon door het beukenbos naar de ronde weide en toen was ik Witje kwijt. Ik heb al een uur gezocht. Alsjeblieft, help mij. Oké, zei Roemer. Ik heb toch niks te doen. Hij springt van de bank af en loopt langs de waterval naar de grote vijver. En aan de grote vijver ziet hij Vera, een meisje vanuit zijn klas die ook in de buurt woont. Hoi, Vera. Heb jij een wit hondje gezien? Nee, geen hondje gezien. Ik ben mijn witte kousen kwijt en ik ben al de hele tijd aan het zoeken. Tja, dat is raar, zegt Roemer. Ik zoek een wit hondje en jij jouw witte kousen. Kom, we gaan samen opstappen. Toen waren ze al met twee. Bij het restaurant zien ze de kok heen en weer lopen. Waar is mijn koksmuts nu toch naartoe? Daarnet lag hij toch nog hier en nu vind ik hem niet meer. Waar is mijn koksmuts? Hé, jouw koksmuts. Die is toch toevallig niet wit, zei Roemer. Ik zoek een wit hondje, zij is haar witte kousen kwijt en jij zoekt jouw witte koksmuts. Dat is bijzonder. En toen waren ze met drie. Opeens kwam er een hele deftige dame naar hen toe gelopen. Ik ben mijn witte tasje kwijt. Hebben jullie het gezien? Nee, niet gezien. Maar we zijn al op zoek naar een wit hondje, witte kousen, een witte koksmuts, dus dat witte tasje, dat kan er ook wel bij. Oh, spannend! Mag ik mee op avontuur? En zo waren ze met vier. En van aan het restaurant lopen ze naar de watermolen. En al van ver horen ze de molenaarsvrouw roepen. Hé, hey, jullie daar, hebben jullie iets gezien? Ik ben mijn zakken meel kwijt. Nee, sorry, geen zakken meel gezien. Maar we willen wel mee helpen zoeken, want we zijn toch al bezig. Oh, ik ga met jullie mee. En ze klopt het witte meel van haar blauwe jurk en stampt met haar gele klompen op de keien. Vanaf nu liepen ze met vijf achter elkaar. Samen lopen ze verder naar het hertenkamp. En daar rijdt een groene auto van de boswachter. Roemer rent er naartoe en legt uit wat ze allemaal kwijt zijn. Dat is toevallig. Ik ben al mijn witte konijnen kwijt. In het hertenkamp waren er wel 10 witte konijnen en nu zijn er nog maar 5. Kom, zegt de boswachter, ik ga met jullie mee. Zoiets geheimzinnigs heb ik nog nooit meegemaakt. En zo gingen ze met 6 op pad. Plots ziet Roemer een zilverkleurig mannetje door het struikgewas wegrennen. De boswachter ziet hem ook. Kom, kom, vlug, we moeten hem pakken. Maar telkens is het mannetje hem te snel af. En als ze hem zien, verdwijnt hij weer. Ze lopen met z'n allen door het bos. Achter de ene boom, achter de andere boom, onder de struiken, tussen de bladeren, onder het mos.
heuveltje beveelt de boswachter dat ze moeten gaan liggen. Ze vallen hijgend neer op het zachte mos. Behalve hun ademhaling horen ze niets. Het is doodstil. Kijk daar, een deur. Ze kruipen voorzichtig naar beneden en ze merken dat de deur een beetje open staat. Ze duwen de deur een stukje verder open, sluipen naar binnen en plots zien ze in de ruimte alle witte dingen die ze kwijt waren. De koksmuts, de twee zakken meel, het witte tasje, de witte kousen en natuurlijk witje. En in het midden van de ruimte staat er een klein mannetje. Leg me eens uit, wat is er hier aan de hand? Al die witte spullen zijn van ons. Oh, sorry. Maar, ik wou gewoon zo graag iets wits. Ik woon hier al heel lang. En vroeger kwamen de mensen hier hun ijs bewaren. En ik hou van ijs. Ik hou van kou. Maar opeens brachten de mensen geen ijs meer. En toen moest ik er zelf voor zorgen. En in de winter breng ik zoveel mogelijk ijs en sneeuw naar hier. Maar het wordt buiten steeds warmer. En mijn ijs en sneeuw smelt veel sneller dan vroeger. En nu heb ik al niets meer. Dus ik dacht, als ik witte dingen verzamel, dat lijkt op sneeuw. Misschien krijg ik dan terug kou. Alsjeblieft, niet boos zijn. En dan krijgt de boswachter opeens een idee. Als we nu eens jouw ijskelder opknappen en weer volsteken met ijs, dan ben jij blij en wij. En als je nou eens van die ijsblokken lekkere ijsjes maakt, zegt Roemer, dan komen we heel veel bij jou op bezoek. Ja, dat vinden ze allemaal een prachtig idee. En even later, als de ijskelder helemaal is opgeknapt, nodigt Spits IJs hen uit voor een feestje. En vanaf die dag is Spits IJs nooit meer alleen, heeft hij het nooit meer te warm en verliezen de mensen van het dorp nooit nog hun witte spulletjes.